stage voor de gemeente Heemstede. We hebben de opdracht gekregen om te laten zien wat de gemeente Heemstede voor de burgers doet. Dit project is een van de dingen waar de gemeente Heemstede zich mee bezighoudt. Om ook ruimte creëren. Dat is van de afdeling Ruimte en Beleid. We hebben aan een paar mensen gevraagd wat ze van dit project vinden. Een aantal mensen vindt het storend, omdat het een erg groot en hoog gebouw is. En ze vinden dat hun uitzicht er minder op is geworden en hun privacy ook. Andere mensen zeggen dat ze het wel prima vinden, want er is nou eenmaal tekort aan woonruimte. En woonruimte moet daarvoor gecreëerd worden. Dames en heren, leuk dat jullie er allemaal zijn. We hebben een nieuwe brug. Dus ja, ik ga hem nu openen, althans, ik laat mijn jongste dochter dit openen. En zij gaat met mijn hulp de dorpje, want ze mag wel niet alleen met de schaar. Ja. Zij is heel actief als mensen bereiden op de markt. Want we willen goed assortiment. Dat is heel belangrijk voor mij. Heeft de gemeente ervoor gezorgd dat mensen hieromheen kunnen parkeren? We zitten net buiten het centrum. Dat betekent dat we buiten op de markt heel goed de auto kwijt kunnen. En dat is belangrijk, want als mensen geld moeten betalen voor de marktbezoek, heb je nog dat het wat minder snel naar de markt komt, zeker in de auto. Vaak ook zware spullen, zoals groenten en fruit. Ja, dan willen ze niet te ver lopen om naar de auto te gaan. Dus het parkeergeleid is heel erg belangrijk en dat is hierom.